dat is echt. Oké, die pacifist nu, als je stilstaat, dan krijg je dus... Ik ga lekker naar boven steen. Immobilizing crowd control resets the timer. Oh. Oh wacht, als je dus ge-CC'd wordt, dan krijg je het niet. Ik weet het niet. Nou, wat was dat nou even voor grab? Zag je die grab? Ja. Oké, de Q is gewoon nog steeds terrified. De W is... De drain. Dat is ook nog steeds hetzelfde. Alleen de E is nu... Unleash... Dat is gewoon hetzelfde. Alleen... Can strike up to 7 times. Nu, in plaats van 5. And will prioritize enemies being drained or once it has not hit yet. Maar kun je die E dan doen terwijl je dan aan het drainen bent ofzo? Je staat hier enemies being drained. Dus dat betekent dat je die E kan doen terwijl je hem draint ofzo. Of als je hem gooit en dan gaat drainen dat hij dan naar de drain doorgaat. Nee, ik maak niet. Gewoon even leeggooien. Dat wel een ward hop. En het maakt nu ook niet meer uit hoe dichtbij je bij de minion staat. Want je krijgt. Niemand krijgt XP behalve degene die smite volgens mij zoiets. Of nee, degene die hem killt. Oh, okay. Dus dat is wel handig. Je kunt niet meer dubbel jungle. Nee, dat kan niet meer, nee. En MF is alweer goed bezig. Met farm bedoel je? Ja. Oh, waarom krijg ik een vis op botlane? Wat is dat nou weer? Die is AD carry volgens mij. Ja, nou ja. Ja. Kijk wat een mooi item heeft gehad. Nou, we zitten alweer in het leuke deel van Brons. We zijn al meer dan een half HP. Ja, Sona is best wel goed. Als je gewoon met Sona een beetje goed kan gaan spelen dan... Ja, kan je daar wel echt goed mee. Ja, maar het is net als Cassiopeia, als je het één keer verpest, dan heb je het echt helemaal verpest. Dan kom je nooit meer, dan ga je alleen maar dood en nog een keer dood en nog een keer dood en nog een keer dood. Maar dat was altijd wel zo. Ja, maar daar moet je ermee uben. Ja, dan gaat je alleen nog heel goed. Ik heb er gewoon gewand op, terwijl je niks hebt gedaan. Dat is een beetje support al. Op zich. Nou, als Cassiopeia op brand kun je dan zeg maar wel echt solo gaan carryen. Ja, hij zou eigenlijk brand moeten gaan spelen, ja. Die is nu volgens mij, die is nu ook veranderd, hè. Die is nu echt heel goed. Die is gewoon nog beter geworden. Ze hebben gewoon nog beter gemaakt. En die items die zijn volgens mij ook echt heel goed, hè. Champion bent, attack turret, zie je nu ook hoeveel magic damage het gewoon gebaseerd is. Eerst was het gewoon van dat je echt heel veel physical damage deed op de turret, nu doe je magic damage. En poison stone is anders. Oh, wieder schnitzel! Ik weet niet wat een goed idee is als ik fiddlesticks ga doen, man. Ja, ik weet wat lang zeggen, rek, of heb jij alles gedaan? Ik weet eigenlijk niet echt zo goed hoe Fiddle, hoe je nou echt goed moet spelen met Fiddle. Zeg maar, ja, het ik weet, hij voelt altijd zo onhandig aan. Vind je niet? Ja, dat klopt, ja. Het is ook gewoon wat stokjes. Mm-hmm.
Fiddlestokjes. Ja, fiddlestokjes. Dit kan ik het wel echt zo. Dat is echt een. Maar wat is precies het idee eigenlijk van Fizz AD Carry? Dat dus. Nobo. Dit ding hier. Die enorme steen daar. Die is echt Ja. Die duurt nu 20 minuten of zo. Die buff. Oh. Weg. Hallo? Hij komt je nog halen! Ja. Wat moet hij nou? Nou, hij zit hier weer nog steeds te chasen. Je moet gewoon, als het gaat weer naar zijn bloed, dan moet je weer terugkomen. Wat heeft hem F nou gedaan? Oh, die heeft helemaal niks gedaan. Oh, ja, natuurlijk. With perfect tempo. Nou, moet ik botlane hebben, kan ik ganken, ik heb mijn ult. Mijn dark heal moet gestackt worden. Accelerated movement, I concur. Nee, dark heal. Harmonie. Holy shit, dat doet wel. Dat doet echt veel damage. Als je E doet en dan je W op I, dan gaat hij daar dus heen. Dat doet veel damage. Ching ching. Ja, ult dat man. Ik kom er overheen hoor. Ja. Hey. Ah, hoe heet het? Nou, wat is dat nou weer? Oh, zag je dat nou? Wat is dat nou weer? Die deuren die haalden gewoon echt gewoon jouw halve HP de af met die laatste. De eerste al. De eerste geen halve HP had. Your team has destroyed a turret. Dat is helemaal niks. Zo nabij. Waarom heeft Miss Fortune nog allebei de kills? Dat is echt gewoon. Ja, dat is toch de bedoeling, maar dit zijn bron mensen die krijgen, moeten het eigenlijk niet krijgen. Quarter time. Nou, we zijn nou weer dood gegaan. Fucking idioot. What the fuck? Je bent hier zo verlegd. Ja, maar even rekt. En wat is dit nou, dat blauwe? Waar zijn meerdere dragons nu of zo? Ja. Ja, dat dragon systeem dat snap ik ook niet helemaal. Ja. Dus daar gaan dragon. Ik kom die hond hier op top naar even halen. Nou, blitz. An enemy has
has been slain. Harmoniously. Oh nee! Kijk die domme zet nou! Van mij! Ik heb ergens mij. Oh, die domme wel belangrijk, ik mocht wel even wat eerder komen. En wat doet Miss Fortune nou? Ach ja, dit is echt... hetzelfde, hè, met die bron. Te doen. Wat hebben ze nou in godsnaam ook weer met Zoya's gedaan? Ze hebben er weer een heleboel ability power afgehaald en ze hebben het cooldown reduction gegeven ofzo? Ja, en hij is goedkoper. Nou, waarom zegt Nasus nou babysit? Ik ben letterlijk nu net één keer gegankt. Ja, babysit. Dat betekent van, kom niet nog een keer langs. Ze hebben inderdaad wel heel veel afgehaald. Mensen zit ik dit. Ze hebben er inderdaad wel heel veel afgehaald. Ze hebben 30 ability power afgehaald. Alleen is hij nu wel 600 goedkoper. Dus dan kun je hem gewoon sneller kopen. Dan kun je hem gewoon sneller kopen tegen Z. Dat is gewoon een... ja, een Z-nerf. Nou, eigenlijk wel. Hij was eerst al de 3200 of 3000. Nee, hij was iets van 3260 of zo. Zo'n heel gek getal was het. Boom, boom, boom. Maar toen gaf hij nog 120 ability power voor hem. Uiteindelijk is het nog wel slechter. En met speertvissers hebben ze iets geks gedaan. Ja, die hebben ze nog weer beter gemaakt. Hey! Jezus, die damage van jou. Voor mij? Er zit echt heel veel blitz. Ik heb een ulti weer. Pas nog even ult en flex. Dat is ook leuke damage. Oh nee! Oh, wie heeft... Waarom heeft Blitzcrank heal? Ja, dan heb ik geflasht om die Wukong te killen en dan is die Wukong is weggeflasht en die fucking Blitzcrank heeft hem geheeld. Ja. Dit gebeurt ook echt alleen weer in brons, hè. Die support weer heal moeten nemen. Oh my god. Dan kun je wel smiten en drainen tegelijk. Zodat het niet gecanceld wordt. Oh, dat is wel zo irritant, ja. Waarom cancelde dat in één keer? An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. Down. Oh my god, een vol? A sublime.
Die pink wachten zijn ook leuk. Die hebben één of twee mensen. Blitz krijgen. Er komt even een surprise party aan. Of hebben ze me door? Nou ja, ze hebben me door. Je door. Super. Oké. Ik heb een interessante kraam hier op me. With perfect tempo. Die dans. Mooi dan. Oh mijn god. Ja, of wie dus niet wel. Wat is het? Weet je niet nou nog een vlog in te maken? Je hoort dat zo, die pest is van jou. Your team has destroyed a turret. Maar, als de enemies de pink ward nu niet in één keer killen, dan restoort die HP. Yeah! Ja, een gin buff. Hè? Ja, ze noemen dat wat voor gin, zodat hij in één keer zo'n pink ward kan killen, dat hij niet hoeft te reloaden. Serieus? Ja, dat hadden ze gezegd. Dat is ook wel echt heel flauw, ja. Dat je dan gewoon zo, dan ben je echt zo ongelooflijk lang bezig met het kapot maken van zo'n pink ward. Die base damage van die ultieme pillen is zo hoog. Heb je ook gezien wat ze met Faiga hebben gedaan? Ik kan er dus niet meer met Faiga gaan mensen... Nou ja, het zou misschien nog wel kunnen, maar het is erg moeilijk om nog mensen te gaan one-shotten. Gewoon met echt. Wat dan? Nou, ze hebben het zo gedaan van toen waar. Ja, hoe laag die is? Hoe laag en hoe laag is het? Hoe meer damage. Kom hier, big. Kom hier, big. Oh, Fizz wil ook nog rijden. Ja, wat wil deze doorgaan? Oh, oh nee. Hallo? Hallo? Wil jij er ook aan? Ja, maar... Nee, mijn Penta! Nee, mijn Penta! Penta? Kom hier! Nee! Nou, hoe kan dat nou? Nou, report Nasus. Nasus reported. Hij zegt dat het Nasus reported. Adagio, summoner. Zo. Nou, wat is dat nou weer voor flauw gedoe? Maar hoe kan dat nou met godsnaam niet een Penta zijn? Ik snap dat niet. Nee, dat had inderdaad gewoon... Your team has destroyed a turret. Ja, die vis zit volgens mij een beetje te... Ik weet niet wat die vis aan het doen is. Nou ja, kijk wat onze Rumble heeft.
Alleen heb ik je nu lekker geneurd. Ja, maar dingen zoals dat en zo, dat moeten we opnemen. Dat is wel dat soort. Heb je dat kanaal trouwens al een beetje... Hoe heet het? Oh ja. Nou, Rumbles en Guardian Aether heeft volgens mij niet zoveel uitgehaald. Ik heb die Morellum Nomicon ook al. Ook weer anders gemaakt. Ja, ik weet niet, maar het is wel gewoon een goed item om gewoon naar buiten te komen. Ze hebben vet veel dingen hebben ze veranderd van HP regen naar HP of nee, zeg maar van mana regen naar mana of van mana regen naar zeg maar als je een ability doet dan krijg je gewoon weer mana terug ofzo. Die Moral Nomicon is echt een heel goede combinatie met als je dan teren zo gaat kopen, maar dat heb je nu al die items zijn nu een beetje zo van, die zijn gewoon goed op de champions zoals Zix. En Faiga, want het is nu ook die, je hebt nu ook die HP, hoe heet het? Je hebt geen spelfan meer, maar je kunt dat item dus kopen van dat... Nou, volgens mij hebben ze me door. An enemy has been slain. Hallo? Legendary. Killing spree. Double kill. Ja, deze mensen zijn echt ja, wat zou ik hiervan zeggen? Waarom sta jij 5-5? Waarom ben je 5 uur dood? Ja, omdat ze mij willen hebben. Waarom? En MF is dom. Oh ja, staat 12-0 toch gehaald. Ja, die mensen die willen maar 4 kills geven, ja, daar zeg ik geen nee tegen. Dat ook nog even zeggen. Ja, deze dragons zijn wel echt goed hoor. Maar ik weet niet wat de blauwe dragon doet. Oh, dan krijg je de blue buff ofzo. Oh, ik weet het niet. Dit is wat voor dragon is dit. Wow. Holy shit, wat ben ik snel. Hebben ze dat dragon systeem nu eindelijk veranderd? Dat is wel echt goed van ze. Ja, dit dragon systeem is volgens mij wel leuk, maar... Oh, ze hebben het zo. Ja, want eerst